Goedendag. Op veel plaatsen toch weer een bewolkt en grijs weerbeeld. We hebben het de afgelopen dagen veel gezien. Hele rustige atmosfeer met een dunne laag vocht onderin. En dat zorgt dan voor dat grijze weerbeeld. Maar soms zijn er toch echt ook wel wat opklaringen. Dit was Zeeland vanochtend. Strak blauwe lucht zou ik bijna zeggen. We zien een paar kleine wolkjes. Maar daar was het echt wel eventjes genieten. En vanmiddag, ja dan kunnen er toch hier en daar best wel wat opklaringen voorkomen. Dieper landinwaarts denk ik toch echt wel dat die bewolking blijft overheersen. in het noordoosten valt misschien... Ook nog wel een spatje regen. Maar dit is een satellietfoto van even over half twaalf. En dan zien we heel duidelijk die opklaringen boven Zeeland. En ook in het noorden van het land komen toch wel wat opklaringen voor. Op de kaart ziet dat er als volgt uit. Veel bewolking en af en toe die opklaring. Bij temperaturen zo tussen de 7 en de 9 graden. En in het noordoosten heb ik dan ook nog een spatje regen neergezet. Het stelt niet veel voor. Maar goed, het zou wel kunnen. De wind die waait uit een westelijke richting, is zwak of matig boven land. En aan zee is de wind wat meer uit het noordwesten. Na nou, komende avond en nacht dan gaat er weer nevel en mist ontstaan. En dinsdag begint het dan op veel plaatsen mistig. En dan gaat in de loop van de week het weerbeeld wel veranderen. Dit is de weerkaart voor komende nacht. Dan zien we dat hoge drukgebied boven het noorden van Frankrijk, België. En het hoge drukgebied zorgt dus nu voor die wat noordwestelijke stroming. Lage bewolking, moeilijk te zien op deze computeranimatie. Maar waar het mij nu eventjes om gaat, is de bewolking die vanuit het westen komt opzetten. En woensdag ook over het. Land trekt en dan kan er zelfs wat regen gaan vallen. Het is een zwak koufront dat gaat passeren. Hier komt dat front eraan, dat levert dan hier en daar wat regen op. En daarachter een wat meer strakke noordwestelijke stroming met buien vanaf de Noordzee. Dan kan zomer een natte sneeuwbui gaan vallen op donderdag of een hagelbui. Dus allemaal goed mogelijk. En dan komt er natuurlijk ook wat koudere lucht vanuit het noorden onze kant op. Nou, nog even terug naar de dinsdag. Dat is die dag dus morgen dat het toch wel mistig zal zijn op veel plaatsen in de ochtend. Die mist die kan hier en daar zelfs heel hardnekkig zijn en heel de dag blijven hangen. Voor het zuiden van het land, daar is de kans het grootst dat daar de zon nog eventjes doorbreekt. Het blijft wel overal droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en de 7 graden. En dan de dagen erna. Nou, woensdag is die dag dat dat front gaat passeren. Dat levert wat regen op. Dan zitten we donderdag in die situatie met die winterse buien die vanuit het noorden komen. Tussen die winterse buien door over ons. Vel opklaring, zien we even weer mooi blauwe lucht en ook de zon. Dus dat is een dag met een wisselend weerbeeld met die buien erbij. Ik gaf al aan natte sneeuw en hagel is mogelijk. En ook vrijdag is toch wel een wisselvallige dag. En dan ziet het eruit nou dat toch de bewolking weer wat gaat overheersen. Nog een fijne dag.